vertel even wie je bent en wat je hier doet. Ja, ik ben Barry van der Geer. Ik doe hier in het weekend bij Deventer Radio een programma op zaterdagavond Happy Hour genaamd. Dat doe ik van 5 tot 8 uur 's avonds. En deze week, natuurlijk speciale actieweek voor het Glazenhuis, zijn we de hele week hier aanwezig om een goede uitzending te maken. Jij draait plaatjes en maakt praatjes? Ja, in principe wel. Ja, we draaien platen en we praten er een beetje doorheen. En dat is een beetje hoe radio maken is natuurlijk. Wat is er zo mooi om in een glazen huis te staan? Ja, dat is natuurlijk altijd anders dan anders. Normaal sta je in een dichte studiohok, zo noem ik hem maar eventjes. Dan moet je je eigen fantaseren wie er naar je luistert. En nu zie je echt iedereen voorbij lopen. En dat is natuurlijk heel wat anders. Ja, verwacht je veel aparte reacties te krijgen? Nou ja, ik hoop dat we heel veel goede reacties op het goede doel waar wij natuurlijk deze week ondersteunen, het KWF. Daar doen we het ook allemaal voor. Dat we een hoop geld in huis halen en voor het KWF. En dat we daar goede reacties op krijgen. Dat is natuurlijk wel het doel. Maar doen jullie net als de Gerard Ekdoms van deze wereld en de Giel Belens dat je niet gaat eten? Nee, dat is dan niet zo geregeld. Wij mogen gewoon wel eten en drinken. We doen ook allemaal shifts van een aantal uur achter elkaar, dus we zitten niet constant in het glazen huis. Dat is natuurlijk het verschil met het huis van de DFR. Nou, ik ben Yannick Hilge, ik ben 21 jaar. Ik ben radiocoördinator bij Deventer Radio Televisie. Ik volg opleiding voor vrije tijdsmanagement. En ik heb dit jaar het Glazen Huis Deventer georganiseerd. Waarom? Iets voor een goed doel doen, dat heeft me altijd eigenlijk wel gelegen. Radio en televisie al helemaal. Dus dat is twee vliegen in één klap eigenlijk. En wat is het goede doel? Het goede doel is Alpe d'Huez. Dus dat is verenigingen die 6 keer de Alpe d'Huez beklimmen. Of eigenlijk zo vaak mogelijk, maximaal 6 keer. En daarmee dus zoveel mogelijk geld genereren voor KWF. Ja. Wat kunnen Deventenaren verwachten die hier op het plein komen? Veel gezelligheid, veel entertainment. Daarnaast natuurlijk ook veel informatie over de ziekte. Dus ook op Deventer televisie. Maar ook op de radio natuurlijk, uiteraard. Wat ik zeg, veel entertainment met leuke bandjes, veiling items. Eigenlijk veel om op te noemen. Ja.